Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van City Skylines. En in de vorige City Skylines video zei ik dat ik in deze video, of toch dat denk ik dat ik dat zei, dat ik in deze video een nieuw dorp ging bouwen. En ook die, dat dingen van die nieuwe voertuigen en alles gingen laten zien. In de vorige City Skylines aflevering heb ik ook van die natuurrampen laten zien. En ja. Dus in deze video gaan we gelijk een dorp bouwen, dus nu eigenlijk al. En ja. Dan gaan we doorheen de hele stad allemaal van die nieuwe dingen plaatsen. Die stroom die ben ik nog vergeten aan te sluiten. Oh ja, ik had... die stroom is zichzelf aan het oplossen. Volgens mij moet ik nog een windmolen bijplaatsen, want hij heeft maar 4 megawatt. Weet je wat? Ik ga een nieuw gedeelte bijbouwen. En dat gaat letterlijk de elektriciteitscentrale worden. Dus... Windmolens, daar zijn weg. Wat geeft deze stad stroom? Wat geeft deze stad stroom? Ik wil toch niet zeggen dat alleen deze 3 windmolens de hele stad stroom geven? Nee, dat zal niet zijn. Oh, deze energiecentrale geeft stroom. Oh. Dan hebben we een tweede energiecentrale. Maar dan voor de andere kant van de snelweg. Ja, ja. Vind ik wel een goed idee. Dan noem ik dit. Energie. Energiecentrale 1. En ja, ik ga de stad sowieso nog op dit gedeelte uitbreiden. Dus dan kan ik nog wat dingen aanzetten. Hier kan ik nog bouwen en zo verder. Maar een tweede energiecentrale zal misschien wel nodig zijn. Ja. Dan moet ik elke naam weer gaan editen. Dit wordt een iets kleinere energiecentrale. Wel ongeveer met evenveel powerplants, maar ja, ik ga ze nog nummeren. Maar ja. Ja, maar wel in een kleine oppervlakte. 5 powerplants. Dus 5 kernreactors. Hoeveel had ik er hierbij? 3, 4, 5. Oh, in energiecentrale 1 had ik er 6. In energiecentrale 2 heb ik er 5. Dus 1 minder. En deze energiecentrale zal ook voor dit hele stuk zijn. Dus waarschijnlijk ga ik het nog moeten uitbreiden, maar ja. Dat zal ik dan wel zien. Ik heb hier nog een klein stukje over. Hier nog een klein stukje over. Maar goed, we gaan beginnen met het nieuwe dorp. Ik moet het echt heel dicht bij de rand zetten tegenwoordig. Mijn tablet.
Maar goed, ja, die zal wel stroom krijgen. Wacht. Ik ga daar nu aansluiten. Zo schieten die stroomcentrales in actie. Ik ga er één aan laten staan en de rest zet ik uit. Net als bij de andere energiecentrale. Hier ga ik dan nog editen die naam van de zone. Tot zo. Het evacuatiegedeelte ga ik ook een eigen basis geven. Eigenlijk ja, soort zone. En ik ga dat gedeelte noemen het evacuatie center. Evacuatiecenter. Dat is wel perfect. Kijk voor bunkers. Allemaal radartorens. Waarschijnlijk ga ik het meer bunkers geven. Hoe groter de stad wordt, hoe meer bunkers ik zal nodig hebben. Maar goed, het nieuwe dorp. Dat zal het spoornetwerk wel recht doorheen hebben. Maar oké, dus 400. 400, dat is constant 400. En dat is 4 keer. Oké. En dat is 800. Ik wil dat allemaal precies hetzelfde hebben. Dat is 840. Dus ja, dat is niet goed. 440, dus dat is nog. Weet je wat? Ik doe dat wegje opnieuw. Dus 800. En dat is 360. En dat is 400. Weet je wat? Fuck it. Dus dat is helemaal 840. 840 en dan alle vakken zijn 400. Vierhonderdveertig zullen alle vakken zijn. Want ik kan hem net niet tot de 400 krijgen. Ja, nu zullen alle vakken toch 440 zijn. Als er eentje 440 is, is de rest ook 440. Ik wil het wel een beetje gelijk hebben. We zijn 8 minuten en 30 seconden bezig. Zullen we een keer 4 na elkaar. Eigenlijk, jullie snappen het. Het gedeelte niet van het reactie zetten, zo lijkt dat wel. Want ja, ik zeg in de video zo van, het is een cadeau voor jullie. Jullie krijgen een heel werkstuk zelfs, ja. Ik werk daaraan. Dus ja, een dorp. Logisch. Speciaal voor jullie. Als je het wil hebben, dan moet je een reactie zetten. Dat is ook op deze video natuurlijk. Deze video is daar ook op. Maar jullie doen het gewoon niet. Ik zie het nutter dan hem erin zetten om dan van die dorpen te maken. Maar ik blijf het alsnog doen. Want ja, dit hele gedeelte heb ik er gewoon voor om allemaal dorpen te maken. Dit hele gedeelte. Maar oké, prima. Daar kunnen dan ook huisjes in komen. Want als er een probleem met het idee is, dan kunnen jullie altijd in de reacties iets zetten. Dus, ik weet niet wat het probleem zelf is. Ik weet dat zelfs niet.
Maar goed. Briarwood Square. Oké. Okay. Lijkt iets groter te zijn dan de andere dorpen. Maar ja. Het ligt aan het treinspoor, hoe dat er allemaal ligt en zo. Ik ga dat niet speciaal voor dit idee allemaal omleggen. Maar goed, nou ja, tijd staat op pauze, dus ja. Maar goed, ik ga nu even aan jullie... Wacht, ik ga vandaag een tweede City Skylines video maken om dan nog verder te laten zien. Dus, met dat dingen waarin je meer voertuigen hebt... Huh? Wat? Waarom de hel is er een sinkhole daar komt? Ik heb letterlijk niks gedaan. Oh, random disasters staan aan. Oké, nu zet ik dat even uit. Ik zet die frequency ook even uit. Ik hoop niet dat dat midden in de stad is. Ik weet niet wat dat allemaal gaat evacueren. Dat is het probleem. Ik zet iets meer bunkers. Zes meer. En dan evacueren. Nu staat het op evacueren. Ik weet niet of dat de hele stad evacueert of alleen maar dat gedeelte. Wacht, ik ga ook een tweede gedeelte maken van de evacuatiecenter. Dus ik maak dit als de eerste. Dus dat is eigenlijk, deze is alleen maar voor deze dorpen. En de valberg. Ik weet niet of dat ik heb aangezet dat er mensen kunnen wonen ofzo. Ik weet het niet. Maar ja, in deze video gaan we nog niet laten zien van wat dat daar allemaal is. Aangezien ik wil eerst dat iedereen veilig is. Sowieso. Als dat nog eens per ongeluk gebeurt. Maar nu heb ik het natuurlijk uitstaan. Ik weet niet waarom dat aanstaat eigenlijk. Maar oké. Dus... Evacuatiecenter 2 gaat het worden. Aangezien het een groter gedeelte is, wordt het ook een groter evacuatiecenter. 1240 kost het. 1240. Dit is een beetje een rare vorm hier, maar ja, het ligt aan de snelweg. We zijn 13 minuten en 30 seconden bezig. Gelijk een disaster response unit. Sowieso meer bunkers. Oh, dat komt net niet uit. Wat de hel? Waarom de hel komt... Oh, wacht, ik heb hier... Natuurlijk zal het niet uitkomen, want ja, ik heb hier geen evacuatiecenter geplaatst. Response units geplaatst, dus ja. Dan zal het zeker niet te goed uitkomen. Omdat het niet, ja, je weet wat ik bedoel, hè. Wat? Oké, hier zal, aan deze kant zal heel... Zullen alleen maar bunkers staan en aan de andere kant zullen alle andere stukken equipment zijn. We zijn bijna 15 minuten bezig, dus ik moet een beetje snel zijn. Even weer zo'n keigrote toren zetten. Earthquake sensor heb ik al door de hele stad bijna geplaatst.
Deep Space Radar is al gebouwd en Weer Radar is ook al gebouwd. Oh, dat is jammer. Maar ja, dan zal dit gedeelte ook als extra bunker gedeelte zijn. Highland Heights zal dan een heel groot stuk toch moeten afgeven. Zal een stuk kleiner worden. En tussen... Ja, daar.